Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuw filmpje van Bontewol. Het is vandaag dinsdag 29 oktober. Ik ben Chantal en ik ben ook een beetje ziek. Ik ben gisteravond ziek geworden. Ik heb de griep. Dat heb ik overgenomen van mijn man die het een paar dagen eerder al had. Dus ik zit hier met snotlapjes en glaasjes water. Ik zal straks een kopje thee gaan zetten. Even kijken of het lukt. Nou, kan ik me voorstellen dat je je afvraagt, als je de griep hebt, Chantal, waarom neem je dan uitgerekend nu een filmpje op? Dat vraag ik mezelf ook een beetje af. Maar vannacht, toen ik wakker werd en al merkte, oh, ik ga ziek worden, dan werkt je hoofd op een hele andere manier. En ik kreeg iets in mijn gedachtes wat te maken had met het breiwerk waar ik nu mee bezig ben. En dat ik een soort correlatie had met de trui die ik nu aan heb, mijn insectentrui. En toen ben ik oude filmpjes van Instagram terug gaan kijken. En op een of andere manier is dat tot een soort idee gevormd in mijn hoofd, waarvan ik dacht, ik ga toch even kijken of ik dat er alvast een beetje uit kan persen, voordat ik echt de griep me echt helemaal te pakken krijgt en ik als een vaatdoekje in bed kom te liggen. Ik voel me nu nog redelijk, ik heb nog een beetje energie. Als je knipjes ziet trouwens in de beelden, dan komt dat omdat ik of heel erg moet hoesten of niezen of heel erg met slotlapjes bezig ben. Dan wil ik jullie ook een beetje voor besparen. Maar ik alweer de draad van mijn verhaal kwijt. Wat zei je? Als je knipjes ziet, zei je. Als ik wat zie? Als je knipjes ziet, zei je. Nee, daarvoor. Oh. Nou, zoals je al hoort, zit ook mijn man hier in de serre. Hij is ook nog steeds een beetje ziekig. Je ziet nog net een klein stukje van zijn benen daar. Hij is ook nog steeds een beetje ziekjes. Wel iets meer aan de beterende hand. Dit is de enige plek in huis waar het warm is en waar de kachel aan is. Dus er liggen ook alle beesten liggen erbij. En ons hondje daar ergens. Die is nog steeds loops. Vanochtend hebben we ook gemerkt dat Snorretje de Siamees hartstikke krols is. Dat was vorige keer ook al. Waren ze ook tegelijkertijd krols en loops. Raafje ligt bij mijn man. Loki loopt hier ergens rond. En Wurrelientje die ligt op onze slaapkamer. Ik probeer dit dus te doen terwijl mijn man in de ruimte is. Dat is een hele uitdaging voor me. Ik weet ook niet of dat gaat lukken of niet. Maar ik probeer gewoon maar net te doen alsof hij er niet is. Maar dat zal nog niet meevallen. En verder, vooral als hij begint te lachen. Nee, volgens mij had ik het net, als ik de draad weer een beetje kan terugpakken, over dat ik nu nog enigszins energie heb. Ik heb vaak de griep. Vaak in mijn leven de griep gehad. En bij mij zit het bijna altijd bij mijn neusholtes. Ik kan een beetje voorspellen hoe het gaat lopen. En ik denk dat ik later vandaag echt wel ga instorten. En ergens zou ik het een lekker idee vinden als ik het idee wat er vannacht in mijn hoofd is gevormd, dat ik dat kijk of dat lukt. Of ik dat tot uiting kan brengen. Daardoor was het ook een heel ander filmpje dan wat ik normaal gesproken doe. Want ik grijp hierbij terug naar filmpjes die ik al eerder op Instagram heb gepost. 5 jaar geleden ongeveer. Dus een van, nou ja, volgens mij zelfs vanaf het eerste filmpje wat ik erop heb gezet. En dat was februari 2020. Dat was in de maand waarin mijn moeder overleed. En een paar weken voordat corona kwam. In die tijd ben ik aan deze trui gaan breien. En aan de hand van die filmpjes. Wat bedoel ik er eigenlijk mee? Hoe kan ik dat het beste uitleggen? Het project waar ik mee bezig ben, daar wil ik jullie eigenlijk over uitleggen. Maar ik zag zoveel raakvlakken met deze trui. En toen dacht ik, deze wil ik eigenlijk ook iets meer aandacht geven. Want het is toen wel allemaal op Instagram besproken. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat ik Instagram op een gegeven moment ga
stoppen of afstoten. Ik heb die een aantal maanden geleden al op privé gezet. En ik kan me voorstellen dat ik dat daar steeds minder mee ga doen. En dan vind ik het eigenlijk jammer als filmpjes die ik daar heb gepost helemaal in de vergetelheid raken. Juist omdat ik eigenlijk over deze trui best wel veel verteld heb. Omdat het ook een trui was die ik helemaal uit mijn eigen hoofd heb gebreid. Daar heb ik geen enkel patroon bij gehad. Ik ben het helemaal aldoende begon ik dat te ontdekken en hoe ik dat het beste aan kon pakken. Dus de informatie die ik toen heb geleerd, want ook deze trui is echt helemaal niet perfect. Ik doe heel even mijn sjaal af, maar niet te lang, want anders dan krijg ik het koud. Maar deze trui die is zeker niet perfect. Ik heb daar echt wel wat beginnersfoutjes in gemaakt. Ik heb hier heel veel van geleerd. En dat is juist het fijne als je op een gegeven moment de vrijheid hebt om je eigen patronen te gaan maken. Maar ook om bestaande patronen aan te gaan passen naar je eigen wensen. En dus van de gebaande paden afgaat. Dat je daar een soort vertrouwen in krijgt dat je dat kan. En dat alles uit te zoeken is. Nou, gelukkig heb ik bij deze trui veel geleerd en hier en daar wat foutjes gemaakt. En daar heb ik hopelijk baat bij. Bij de trui waar ik nu mee bezig ben. Dus daar ga ik jullie eerst over vertellen. Ja, sorry als dit een beetje warrig overkomt. Maar ik heb de griep, mensen. Waar ik mee bezig ben, is een bestaand patroon. Maar het is geen gewoon bestaand patroon. Even kijken of je op volgorde ligt. 1, 2, 3. Want dit is een bestaand patroon uit 1940. Dus 70 jaar oud. het is van Bestway A2085. Dit patroon. Ik denk dat dat ook de reden is dat er geen copyright meer op zit. Want ik heb deze gekocht. Het patroon. Nou, ik had het op Revelry al gezien. En ik vond dat een mooi patroon. Ik dacht, nou, dat wil ik misschien wel maken. Het zat al een hele tijd in mijn foldertje met inspiratie. Ik ben er een keer naar gaan kijken, maar toen zag ik dat het discontinued was. Dus dat het niet meer verkrijgbaar is. Dus ik denk, nou ja, goed, later maar. Maar later zag ik dat je het patroon nog wel kon kopen op Etsy. Volgens mij Little John 2003 is de naam van degene die dat verkoopt. Helemaal niet zoveel geld. Volgens mij heb ik er €2,40 voor betaald. Dat was wel met korting. Er was toen een soort kortingscode geldig. Inmiddels is het volgens mij iets van €3. Dus het is echt zeker niet duur. En ik denk dat er dus geen copyright op zit. Omdat het oorspronkelijke patroon... het staat nergens op dat... dat je er niks daarvan naar buiten mag brengen. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dus iemand anders deze nu verkoopt. Die heeft ze wel mooi op een A4 formaat gezet. En dat een beetje beter leesbaar gemaakt. En zij verkoopt dat. Nou, ik denk dat ik het gewoon mag laten zien. Het nadeel, kijk, het staat helemaal beschreven, het patroon. Dit zijn de drie bladzijden. Een two-color jumper with a fair isle leaf yoke. Het nadeel van dit patroon is dat het maar in één maat gegeven wordt. En dat is, het is ook allemaal in inches. Ik denk dat het een oud patroon, ik denk dat het van de UK is. Volgens mij werken ze inmiddels met het metrisch stelsel. Omdat ze in centimeters en meters werken. Maar volgens mij was dat in de jaren 40 nog in inches. En anders komt het uit Amerika, dat weet ik niet. Maar dit is... Ze zeggen alleen maar als je een borstomvang hebt van 33 tot 35 inch. Dan is dit het patroon wat je kunt gebruiken.
Nou, ik heb geen borstomvang van 33 tot 35 inch. Moest natuurlijk eerst allemaal uitrekenen wat dat in centimeters was. En wat ik dan heb. De enige manier waarop je dit patroon dan kunt gaan breien. Enige manier waarop je dit patroon dan kunt gaan breien is als je de draad gaat aanpassen. Dus dat je van een dun draadje waar dit oorspronkelijk voor geschreven is, dat je gewoon een dikker draadje gebruikt. En als je een dikker draadje gebruikt, dan heb je met dezelfde hoeveelheid steken nog steeds, dan krijg je een grotere omvang en dus een groter kledingstuk. Dus ik heb hier, ondanks het feit dat er een heleboel gegeven was, heel erg veel rekenwerk aan gehad. Van wat ga ik dan, wat moet dan mijn stekenverhouding zijn? En je kunt niet van die stekenverhouding afwijken, omdat je anders dit patroontje hier bij de blaadjes, dat klopt dan niet meer. Dus je zit aan de hoeveelheid steken vast, zodat je het patroon kunt gebruiken. Het patroon van de Fair Isle. Dus ik heb een hoop rekenwerk gehad, een hoop zoekwerk gehad van, nou, welke steekverhouding heb ik dan nodig, met welke naald en welke wol past daarbij. En sowieso, welke wol wil ik überhaupt en welke kleuren zijn erin beschikbaar, want welke kleuren wil ik dan? Daar heb ik in de afgelopen weken best wel wat denkwerk over gehad. En dat was ook een van de correlaties met mijn insectentrui die ik in 2020 af heb gekregen. Omdat ik hier ook ontzettend veel denkwerk en vooruitdenkwerk aan heb gehad. Dus daar begon het al een beetje. Model is niet helemaal hetzelfde, maar het voelt een beetje als in dezelfde sfeer, vind ik. En ik bedacht me al snel dat ik uiteraard, omdat het Fair Isle is, geen wat is het woord? Geen griephoofd. Kan er niet opkomen. Ik wil steeds zeggen waterproof, maar is het niet? Ik kan er echt niet opkomen. Wat erg. Superwash. Ik wil er geen superwash wol. Ik wil een beetje kleverige wol. En een beetje rustieke wol. Want het is, nou ja, het is een vrij oud patroon. Dat voelt redelijk authentiek en vintage aan. En dan moet je dan niet met hele moderne wol mee gaan breien. En sowieso, Fair Isle komt het best tot zijn recht met meer natuurlijke non-superwash wol. Dus, daar ging ik in eerste instantie naar op zoek. Even een zakdoekje. Ik wist op een gegeven moment mijn stekenverhouding. Wat ik nodig zou moeten hebben om een borstomvang te hebben wat past bij mijn maat. Maar wel met de hoeveelheid steken die in het patroon gegeven worden. En toen ben ik gewoon internet opgegaan en voor mijn gevoel heb ik heel internet gehad. Natuurlijk eerst in Nederland gezocht naar een mooie superwash authentieke wol met de stekenverhouding die ik zocht. En dat was, dat heb ik niet hierop geschreven, maar hierop geschreven, want ik heb ontzettend veel aantekeningen gemaakt. Volgens mij moest ik iets van 26 steken hebben per 10 centimeter. Of 27. Rond die koers natuurlijk. Het ligt er een beetje aan of hij een beetje ease mag hebben of niet. Of dat hij echt helemaal strak moet zijn. Nou, deze is redelijk strak gemaakt. Het mag wel ietsjes losser. Dus misschien 25, 24 steken per 10 cent. Ongeveer in die range. Dus ik ben gaan zoeken. Kon niks vinden wat überhaupt... hier daarvan te krijgen was in de kleuren die ik wilde. Dus ik ben ook meer naar het buitenland gaan kijken. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen op de site van Retrosaria Rosa Pomar.
in Portugal. Ook daarvan is wol in Nederland te krijgen, maar niet de specifieke merk die ik zocht. En dat was namelijk deze. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar dit dus. En dat heb ik in twee verschillende kleuren gekocht. Een licht en een donkergroen. De donkergroen is kleur 06. De lichtgroen is kleur 10. En ik wilde het contrast niet te groot hebben, maar wel zichtbaar. Dus goed, toen dat binnenkwam, en voor de zekerheid heb ik iets meer besteld dan dat ik dacht nodig te hebben, omdat je, ja, dat bestel je niet zo heel makkelijk weer bij als het helemaal vanuit Portugal moet komen. Ik heb er een proeflapje van gemaakt. Dit is het proeflapje. En dat was meer om te zien of het contrast groot genoeg was. Maar ook om te zien of de stekenverhouding klopte natuurlijk. En deze heb ik op en neer gebreid. Omdat ook het oorspronkelijke patroon een voorpand, een achterpand en twee mouwen maakt. Die je later aan elkaar gaat mazen. Dat deden ze vroeger. Vroeger werd niet zo snel in het rond gebreid. Maar werd echt veel meer met panden gebreid. Dus ik dacht, nou, deze ga ik ook op en neer breien met dat fair isle erin. En dat viel mij niet mee. Als je rechtse en averechtse kanten hebt en dus ook draad mee moet nemen over de averechtse kant, vond ik het vrij lastig om die stekenverhouding en de spanning zo te houden dat te doen was, zeg maar. Het was, natuurlijk is het te doen, maar dat het ook goed te doen was. En het contrast vond ik hoog genoeg. Dicht bij elkaar genoeg, maar ook ver van elkaar af om het goed uit te laten komen. Maar ik dacht toen al snel, dat op en neer breien, ik weet niet of ik dat zo ga doen. Ik ga proberen om dat aan te passen, zodat ik het in het rond moet gaan breien. En dan ga je dus afwijken van datgene wat het patroon aangeeft. En daarvoor moet je het wel echt heel erg goed gaan doorlezen. Om te weten wat er ongeveer komt. Zodat je weet waar je vanaf gaat wijken. Nou, dat was ook een van de redenen dat ik heel erg ging nadenken van hoe heb ik dat destijds met deze trui gedaan? Goed, dat was even een niesbui die ik er tussenuit heb geknipt. Maar hoe ik dat met deze trui heb gedaan, want ook dit is, het is niet het officiële Fair Isle werk, maar wel met kleurwerk. Dit wilde ik ook het liefst in het rond gaan breien en daar heb ik uiteindelijk met knipbiezen in de mouwen gewerkt. Dus ik dacht, volgens mij moet dat kunnen. Volgens mij kan dat ook. Ik zal laten zien hoe ver ik nu ben. Ik zal ook laten zien, kijk, ik heb, hier valt het nog mee. Hier valt het, kijk, ik heb, maak allerlei aantekeningen erop. Om ervoor te zorgen dat ik, dat het goed blijft gaan. Even zien. Het wordt van beneden naar boven gebreid. En in het begin dacht ik, ik hou gewoon alle, afgezien van dat ik wel in het rond ga breien en niet op en neer, hou ik verder wel alles hetzelfde. Dus in het begin gaan ze. Het gaat goed. In het begin gaan ze uit van een boordsteken 1x1 rib. Dat is niet mijn favoriete rib, maar ik dacht, ik vind dat zo. Het hoort bij die tijd waarschijnlijk. En daar wil ik niet van afwijken. Nou, ik ben inmiddels zo ver in het rond. Hier zitten ongeveer 3 bolletjes in. Het laatste bolletje, daar zit haast niks meer op. En die start ik bij dit markeerdertje. Dus, en nu ben ik ongeveer bij het punt waarbij de mouwen gaan komen. Ik denk dat ik nog iets van, ik moet er even goed meten ook, maar iets van, 4 toeren moet. En dan komt het hele gedoe met waar de mouwen komen. En daar waar de mouwen komen, daar ga ik natuurlijk pas heel erg afwijken van het oorspronkelijke gegeven. Want ik ga het niet op en neer breien. En in eerste instantie
Wat was het nou, gisteren, eergisteren? Toen dacht ik, oh nee, het kan helemaal niet wat ik wil. Want natuurlijk, als je helemaal in het rond gaat breien, dan werk je als een spiraal. En dan krijg je een verspringing erin. Ik had dus het idee om de mouwen op met een professional cast om op te gaan zetten. En meteen mee te nemen in het stuk met de romp. Zodat je dit ding gewoon helemaal, mouwen, romp, achter, voorpand, alles. Eigenlijk als een soort jook, maar zonder minderingen erin. Dat gaat gewoon recht omhoog. Om dat zo te doen. Toen dacht ik, dat kan helemaal niet. Want dan heb je er een verspringing in ergens. En normaal gesproken, als ik dat gebruik, dan heb ik ergens een rits in het midden. Iets wat het openbreekt. Dus dan maken die verspringingen niet zoveel uit. Maar hier kon ik dat nergens verstoppen. Totdat ik me op een gegeven moment bedacht, wat als ik de mouwen wel apart doe, apart brei, en ik doe de romp helemaal in het rond, dan heb ik knippiezen bij de mouwen en daar kan ik het laten verspringen. Ik weet niet of dit voor jullie duidelijk is, maar misschien moeten jullie wel heel erg opletten om te begrijpen wat ik nou bedoel. Ik weet ook niet of ik dit heel goed uitleg. Maar dit is misschien wel het moment dat ik jullie de filmpjes wil laten zien van deze. Sowieso wil ik deze iets meer podium geven. Want dit is natuurlijk... ik heb hem niet super vaak aan. Ik vind hem eigenlijk net iets aan de korte kant. Ik kan wel gaan staan, mensen, maar ik heb gewoon mijn pyjama broek hieronder aan. Dus het ziet er niet uit. Maar ik zou het fijn hebben gevonden als hij nog net een half insectje langer was, zeg maar, voordat de boordpas kwam. Maar ik wil deze iets meer aandacht geven. En tegelijkertijd, terwijl ik in die oude filmpjes uitleg wat er hier is gebeurd, snap je misschien ook iets meer wat ik hier van plan ben. In mijn hoofd klopt dit, mensen. Of het er in de praktijk allemaal goed uitkomt, dat weet ik niet. Maar ik laat jullie nu in ieder geval het eerste filmpje zien. Die is begonnen februari 2020. Eind februari. Het was het allereerste filmpje wat ik op Instagram opnam. En dat eerste stukje leg ik helemaal uit waarom ik überhaupt aan filmpjes begin. Maar helemaal op het eind laat ik... dus dat heb ik eraf gelaten. Ik moest wel even snuffen. Dat heb ik eraf gelaten, maar ik laat je het heel even... Het korte laatste stukje zien... waarin ik voor het eerst deze trui, zeg maar, tevoorschijn haal. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik hem vooral laat zien ook... omdat je dan ook heel even onze oude kat Koesje weer terugziet. Dat vind ik ook wel leuk om die nog even in beeld te hebben. Hier komt hij. Even kijken. Oh, ik heb nog maar 1 minuut. Dus ik ga heel kort even snel vertellen dat waar ik nu mee bezig ben. Ik heb op dit moment geen sokken op de... Het ligt erin. Geen sokken op de pennen staan. Dit is mijn breimandje, maar ik moet hem delen met mijn kat. Die heeft hem sinds de kerstvakantie ontdekt. En, sorry Koesje, ik ga je er even uithalen. Heel even snel laten zien dat ik nu met een trui bezig ben. 2 kleuren. Stranded knitting. Ik ben niet super ver. Ik heb er natuurlijk de afgelopen maand ook niet zo heel erg veel aan kunnen doen. Maar hopelijk kan ik jullie daar de volgende keer meer over vertellen. Dus tot ziens. Ja, Koesje. Oh, dat was zo'n lieve kat. Dus dat was vooral de aankondiging. Maar in het volgende filmpje dan ga ik iets meer uitleggen over de trui zelf. Dan komt hij aan. Ik merkte vooral afgelopen week, want daarin had ik... Krokusvakantie, of eigenlijk hier in het zuiden carnavalsvakantie, maar ik vier helemaal geen carnaval. Dacht ik van nou, dan heb ik een week vrij en dan kan ik alle dingen doen waar ik zelf blij van word. En het is in theorie een heel leuk idee, maar in de praktijk kwam er echt helemaal niks van terecht. Dus in de moestuin werken, wat ik heel erg fijn vond, daarvoor was het gewoon te koud en te regenachtig en te winderig en sneeuw. Grijze snot weer, helemaal niet fijn. Maar nee, dan zou je denken, dan kun je lekker warm binnen met een kat op schoot en een breiwerkje neerploffen. Dat kwam er ook niet echt van.
Kan misschien ook liggen aan het breiwerkje waar ik op dit moment mee bezig ben. Of mee bezig, waar ik mee bezig ben geweest. Dat is deze insectentrui. Tenminste, ik denk dat het een trui wordt. Dat is nog niet helemaal duidelijk. En ik denk dat dit insecten zijn. Het is een patroontje, decoratiepatroontje van iets wat ik ooit op Pinterest heb gevonden. Heel lang geleden. Even kijken of ik hem nog kan vinden hoor. Pinterest. Deze. Dit is hem. En het is van een Russische site. Die heb ik gewoon overgenomen. En daarmee ben ik aan het breien gegaan. 4 jaar geleden al. Toen ben ik er een keer mee begonnen. Dan had ik dit. Is dat een licht tekeningetje van gemaakt. En eigenlijk iets te snel en te onvoorbereid mee bezig gegaan. Ik had toen net 2 Noorse truien gemaakt. Met van een jook waar allemaal van dat Fair Isle colorwork in zat. En het vond ik zo ontzettend leuk om te doen. Vooral omdat als je zowel op de Engelse methode als continentaal kunt breien. Dan kun je dus een gekleurd draadje om je ene vinger en een gekleurd draadje om je andere vinger. En dan brei je vrij makkelijk zo'n patroon. Het ziet er heel professioneel uit. Dus daar wilde ik meer van. Niet meteen weer een hele IJslandse trui, want dat is best wel veel werk en ook wel heel warm. Dus toen bedacht ik me dat ik een spencer wilde gaan breien. Is dat het woord? Spencer. Pullover. Zo'n hele leven heb ik die nog nooit gedragen, maar goed. Ik dacht, dat is handig, dan heb ik snel resultaat. En ik had daar speciale wol voor gekocht van Jamieson. 2 kleuren. Wilde niet per se Fair Isle gaan breien, maar wel kleurwerk met 2 kleuren. En ik had daar dus dat insectenpatroontje voor gevonden. Ik hou heel erg van insectjes en alles wat met natuur te maken heeft. Ik ben ook met een bioloog getrouwd, maar dat terzijde. Maar daar was ik veel te snel mee begonnen. Helemaal onvoorbereid. Ik volgde ook niet echt een patroon voor de vorm. Dus toen ik de boord had gebreid daarvan en op een gegeven moment bij die insectjes kwam, merkte ik dat het helemaal niet mooi werd. Die waren veel te klein en dat kwam niet echt over. En het leek ook alsof de hele vorm, de formaat van die spencer veel te groot was. Ik weet niet precies wat daar is misgegaan. Waarschijnlijk gewoon het feit dat ik geen proeflapje had gebreid van tevoren. Wat natuurlijk wel slim is om te doen. Dus ik heb die toen uitgehaald en dan was ik zo van slag. Dat vond ik zo zuur dat ik al die wol in een plastic box heb gedaan en gewoon 4 jaar lang niet meer naar heb omgekeken. Tot afgelopen kerstvakantie. Dit keer was ik iets verstandiger, want ik had nu wel een proeflapje gemaakt. Ik heb hem gewassen en geblokt. Hij is inmiddels weer een beetje verfrommeld, maar nou ja, dus een redelijk proeflapje. Het patroon van het insectje heb ik 2 keer zo groot gemaakt. Daar heb ik dus ook weer een nieuwe chart van getekend. En redelijk zou je zeggen voorbereid aan de gang gegaan. Maar ook weer niet helemaal. In de zin dat ik ook nu weer niet een patroon volgde. Maar dat ik gewoon mijn eigen maat heb opgemeten. En aan de hand van de steken dan ben gaan uitrekenen. Ja, waar ik moest meerderen en minderen. Want ik heb wel, wat jij is bij de heupen dan, ik hou hem nu op zijn kop. Maar bij de heupen is hij wat breder en dan naar de taille gaat hij smaller. En dan heb je ook precies daar dat lijfje helemaal doorloopt. Dus hier is hij wat breder. Nou, dit zou je zeggen dat toch redelijk goed doordacht is. Alleen waar ik nog niet echt over had nagedacht was, wat ga ik doen als ik hoger kom? Dan wil ik bijvoorbeeld een V-hals of een ronde hals. En hoe ga ik dat precies met de armsgaten doen? Ik dacht, ik heb alle tijd nog om erover na te denken terwijl ik aan het breien ben. En op zich was dat ook zo. Ik had daar ook wel gedachten over. Maar ja, toen kwam die hele aanloop en het gebeuren met mijn moeder. En ben ik alles weer vergeten. En dit heeft al die tijd in het mandje, in mijn breimandje gelegen. En al die tijd heeft ook mijn kat daarbovenop gelegen. Die heeft dat hele breimandje in beslag genomen. Dus het zat op een gegeven moment ook helemaal vol met
kattenharen en lusjes. Want de kat die vond het heel erg fijn in dat mandje. En die heeft eindeloos zitten dabben. Dus er zaten allemaal lusjes en dingetjes in. Ik vond de drempel om daar weer aan te beginnen echt veel te groot. Dus de hele afgelopen week, terwijl ik eigenlijk wel de tijd had, niet opgepakt. Eigenlijk tot gisteravond. Toen ben ik zoveel mogelijk van de kattenharen proberen weg te halen. En die lusjes een beetje eruit proberen te masseren. Nou moet ik toch ergens weer de moed gaan vinden om er weer aan te beginnen. En weer na te gaan denken over hoe de rest gaat worden. Ik denk dat het een veehals gaat worden. En ik denk dat ik die ga proberen te breien als een steek. Dus zodat het dus aan elkaar is. Dat er een klein stukje niemandsland tussen gebreid wordt. Waar ik hem later weer kan doorknippen. Hetzelfde met de armsgaten in eerste instantie. Zodat ik steeds in de rondte kan blijven breien. En ik vermoed, ik denk eigenlijk dat ik er toch mouwen aan ga maken. Want een spencer, ja, ik weet niet of ik die, of dat bij mij past. Of ik die ooit aan ga trekken. Want vaak, ik vind het op plaatjes heel mooi, maar dan dragen ze er een blouse onder. Ik heb eigenlijk ook nooit een blouse aan. Dus ik denk dat ik er maar beter gewoon een trui van kan gaan maken. Dat plaatje wat ik net liet zien van dat Russische plaatje, dat is officieel wel het ontwerp, een vrij grafisch ontwerp, is officieel wel voor mozaïek breien. En dat zou echt veel makkelijker zijn geweest dan hetgeen wat ik nu doe met al die draadjes en draad meenemen. Het zou ook veel minder wol hebben gekost. Ik heb het alleen nog nooit gedaan. Het schijnt wel een heel stuk makkelijker te zijn. Maar ja, ik ga het nou toch echt niet meer uithalen. Dus het blijft zoals het nu blijft. Oeh, dat eindigde wel heel abrupt. Ik dacht ook, eigenlijk is het niet zo slim om je eigen grieprhoofd zo één op één naast elkaar te zetten met je 5 jaar jongere zelf die wel iets beter uit haar ogen kijkt. Maar goed, we doen het er maar mee. Wat mij opviel van dat filmpje was dat het toch wel een onderdeel is van mijn proces om ergens aan te beginnen zonder meteen het hele perfect uitgewerkte eindresultaat voor ogen te hebben. Ik begin aan een trui, maar ik weet nog niet of ik nou een V-hals of een ronde hals wil bijvoorbeeld. Dat is het voordeel van breien, dat duurt vrij lang. En ondertussen heb je de tijd om daarover na te denken. Dus het is een soort tip. Als je ergens aan wil gaan beginnen, maar je weet nog niet helemaal precies hoe het gaat worden, dat hoeft niet altijd. Het werkt niet voor iedereen en het werkt ook niet voor elk project. Maar ja, het is niet per se strikt noodzakelijk. Even kijken. Ja, gaandeweg uitvogelen. Dat mag dus. En dat mozaïek breien, dat was ik weer een beetje vergeten. Daar ga ik toch weer een keertje, notitie voor mezelf. Dat ik daar toch weer eens een keertje wil naar gaan kijken. Een keer gaan oppakken of dat iets is. En toen ik dat grafiekje zag van het patroontje wat ik had gemaakt, moest ik eigenlijk ook wel weer lachen. Want ik heb dat nu precies hetzelfde gedaan. Met het patroontje voor mijn trui van dit moment. Juist omdat het alleen maar uitgeschreven staat. Soms werkt het wel fijn om een soort van beeld te hebben van hetgeen wat je wil gaan doen. Of wat de bedoeling is dat je gaat doen. Dan, als je meer een visueel ingesteld bent, dan is dat wel handig. Dus ja, dat was een filmpje. Duurde wel iets langer. En hij is ook staand gefilmd, want dat had je op Instagram toen. Volgende filmpje is ook weer iets langer, maar dan ga ik er iets dieper op in. Het is inmiddels begin maart. De krokusvakantie is weer voorbij. Ik heb afgelopen week gewoon moeten werken. Al mijn cursussen weer gedaan. Dat was best wel even wennen. Ook wel druk, maar desondanks ben ik echt meters vooruitgekomen met mijn insectentrui. Hoewel, meters kun je eigenlijk niet echt zeggen als je aan het breien bent. Het is een beetje overdreven gedacht. Ik moet zeggen, ik ben centimeters opgeschoten met mijn insectentrui. Kijk, ik was hier toen ik hem vorige week weer oppakte en dit stuk is er helemaal bijgekomen. Ik ben echt helemaal in mijn nopjes met mezelf. Want dat betekent ook dat ik door de fase heen ben
Waarbij ik van alles moest gaan uitzoeken en nadenken over hoe ik dat tweede deel van die trui wilde gaan maken. Want ik volg geen bestaand patroon. Ik heb niet een blaadje naast me liggen die zegt, in die toer moet je dat doen en in die toer moet je dat doen. Die hou vast heb ik niet. Ik moet het allemaal een beetje zelf bepalen en uitzoeken. En wat betreft deze trui kwam ik een beetje op nieuw terrein. Ik zal je uitleggen waar het door kwam. Want de techniek die ik hier gebruik is colorwork stranded knitting. Wat betekent dat je met twee kleuren werkt, minimaal. En dat steeds met elke toer meeneemt. En zelf, persoonlijk, vind ik dat het allerfijnste op een rondbreinaald. En dat ik niet op en neer hoef te breien. En dat je dus af en toe ook aan de binnenkant met averechtse steken aan de gang moet. En dat komt als je met een rondbreinaald breidt en je dus altijd aan de buitenkant breidt, dan zit je alleen maar met rechtse steken. Dat vind ik fijner om de draad mee te nemen. Ik vind het ook beter om op die manier je garenspanning een beetje hetzelfde te houden. Maar het grote voordeel is ook dat je de hele tijd aan de goede kant van je patroon kijkt en dus niet tegen die lusjes aankijkt. En dat helpt enorm met het voorkomen van foutjes bij het wisselen van je kleuren op een toer. Want je ziet waar je bent. En het, nou ja, ik wil ook trouwens niet zeggen dat je helemaal geen foutjes meer maakt dan. Want ik heb ik heb twee foutjes gemaakt. Ik heb ergens een voetje iets te smal gemaakt, maar die kan ik niet meer terugvinden. Dus dat vergeet ik gewoon. Maar aan de achterkant zit ook een foutje in. Want ik heb overal dunne nekjes gebreid. Behalve hier. Daar is een speknekje tussendoor gekomen. Ik denk dat ik hem gewoon laat zitten. Ik ga mee met wat mijn oma vroeger tegen mij zei. Namelijk, nou Chantal, als je ergens een zichtbaar foutje ziet, dan kun je alleen maar beter zien dat het handwerk is. En dan is het alleen maar meer waard. Dus die houden we erin. Ik ga het niet uithalen. Maar goed, stranded knitting. Ik wil het liefst alles, de hele trui, in het rond blijven breien. En dan heb ik eigenlijk alleen maar ervaring met het breien van lopapijsa's. En ik heb er hier eentje liggen. Die heb ik voor mijn man gebreid in 2015. Dit is helemaal met de rondbreinaald. En qua constructie zitten die echt opvallend simpel in elkaar. Ik heb er een tekeningetje van, helemaal voorbereid. Maakt niet uit of je hem van boven naar beneden breidt of andersom. Ik brei altijd van beneden naar boven. En dan begin ik met het maken van de mouwen en dan het lijf tot ongeveer okselhoogte. En de yoke, dat is dit kraaggedeelte, die breidt alles aan elkaar. En dan ga je langzaam spiraalsgewijs met om de zoveel steken en om de zoveel toeren zijn er dan minderingetjes dat je van breed naar de hals toe steeds smaller wordt. Nergens zit echt een naadje dan. En die minderingen die zo verspreid liggen over die hele kraag, die vallen helemaal niet op, want die vallen helemaal weg in zo'n kleurenpatroon. Je hebt er echt hele erg mooie van en het zijn fantastische warme truien om te dragen. Ik heb er ook een voor mezelf, maar daar ga ik een andere keer over vertellen. Dat idee van zo'n yoke, van zo'n kraag, die kan ik hier niet toepassen. Want mijn insectenpatroontjes, die lenen zich daar niet voor. Die zijn te groot. Ze hebben allemaal van die pootjes. En als ik dan minderingetjes zou hebben hier en daar, dan vervormt dat hele patroon. Dus dat kan ik niet doen. En dat betekent dus ook dat de mouwinzet heel anders wordt. En meestal zie je, tenminste van wat ik weet, met zulke soort truien, dat ze die gewoon bij de mouw recht omhoog breien en dan gewoon, ja, zeg maar, koud zo'n mouw er tegenaan zetten. Maar daar vind ik de pasvorm niet zo heel erg mooi van. Ja, misschien wel als je een man bent en wat hoekiger bent gebouwd. Maar voor mijzelf vind ik dat niet zo mooi. En toen moest ik denken aan deze trui. Die heb ik natuurlijk niet voor niks aangetrokken. Die is in het najaar als laatste van de pennen gekomen. Ik heb daar nog niks over geschreven op mijn blog. Dat moet ik nu doen. Ik ga er een andere keer verder over vertellen. Het is de Cabaladabra. Maar ik weet niet meer van wie. Het was een moeilijke naam in ieder geval. Maar deze heeft een mouwinzet die ook met minderingen loopt. Bijna als een soort curve. En daar vind ik de pasvorm gewoon mooier van. Vooral als je een trui hebt die wat, hoe noem je dat? Wat passender valt. Wat nauwer is.
Toen dacht ik, oké, ik wil het rond blijven breien. Ik wil een V-hals, daar was ik al een beetje uit. En dan een mouw die in een curve loopt. En dus ik moet met steeks gaan werken of een knippies, zoals het in het Nederlands heet. Maar ik wist niet helemaal hoe het dan werkte met de minderingen. Want dan zitten de minderingen aan de zijkanten, vlakbij zo'n knipbies. En ja, wat je dan moet doen om dat patroontje mooi door te laten lopen. Dus ik ben daar naar gaan zoeken op internet. Het was niet zo heel makkelijk te vinden, maar uiteindelijk kwam ik op de blog van unijeng.com. Dat schrijf je zo. En haar blog is niet meer zo actief, maar in... januari 2006 heeft zij een hele reeks geschreven over de knippies. Welke soorten er allemaal zijn, wanneer je welke gebruikt. Hoe je die afhankelijk van het garen wat je gebruikt het beste kunt verstevigen. Zodat ze niet gaan rafelen. Maar ze had ook een blogje geschreven over hoe je het moest plannen en opzetten. Als je ook met minderingen te maken had. En... toen ik daar de tekeningetjes van zag, dus een soort tekeningetjes zijn er dan. En wanneer je de slip-slip-knit moet doen en wanneer de knit two together. Toen zag ik weer een beetje licht aan het eind van de tunnel en kreeg ik er wel wat vertrouwen in. Nadeel is wel, vooral met die V-hals, dat je knippies is altijd een recht strookje. En een V-hals loopt natuurlijk schuin, dus dat wordt allemaal een beetje naar binnen gezogen, zou je kunnen zeggen. Kijk, hier zit mijn knippies. En pas als je dat gaat knippen, dan valt het, als het goed is, in de juiste stand open. Maar ja, dat weet je pas als het zover is. Dus dat is nog wel spannend. Maar we zullen zien. Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. Oh. Er is snorretje. Oh, die ligt hier helemaal plat op de grond. We weten dat je krols bent. Ja, we weten dat je krols bent. Oh mensen, mijn hoofd begint een beetje moeier te worden. En dat filmpje van net, ik zie vooral de juf Chantal aan het werk. Ben ik goed voorbereid daar? Ik kan bijna wel weer een voorbeeld aan mezelf nemen. Hoe ik 5 jaar geleden was. Helemaal eager om het allemaal goed uit te leggen. Ah, schattig. Maar goed, het volgende filmpje. Dan kan je gaan zien hoe het eruit ziet toen al die knipbiesen nog dicht zaten. Maar het al wel van de pen af was. Poeh. Niet alles ging goed afgelopen week. Vooral met de sjaal van mijn zus. Dat is nogal een bevalling gebleken. Maar daar vertel ik straks meer over. Ik wil eerst even vertellen over mijn insectentrui. Want die is van de pennen af. Hij ziet er nu zo uit. Hij is natuurlijk nog niet klaar. De knippiesen zitten nog dicht. Die ga ik ergens in de komende dagen op een rustig moment doorknippen. Dit is de bies van de V-hals. Die valt als het goed is schuin open als ik hem doorknip. Hier zitten de armopeningen. En aan de achterkant is ook nog een knipbiesje bijgekomen hierboven. Dus hier zitten een aantal steken op een restgaren even. En dit stukje, dat is precies dat stukje zo bij je schouders, dat het patroon niet helemaal recht eindigt, maar dat het ook in een soort curve loopt. Dat vind ik mooier. Het wordt wel spannend bij het openknippen, want dan kan ik hem eigenlijk voor het eerst weer een keer passen. En dan kijken of al die berekeningen en het denkwerk wat ik daar van tevoren in heb gestopt, of dat klopt. Maar ja, als hij wordt zoals ik hoop dat hij wordt, dan wordt hij wel heel erg mooi. Tenminste, dat vind ik. Dus, weer een mijlpaal stukje verder. Volgende stap daar is dat ik natuurlijk de boordsteken moet gaan opnemen. En dan moeten ook nog mouwen aan. Die mouwen, die ga ik even bruin maken. Maar daar moet ik nog wol voor bij bestellen. Want in mijn oorspronkelijke plan zou dit natuurlijk een spencer worden en geen trui. Dus ik heb niet genoeg wol. Dus ik moet toch weer een bestelling doen komende week.
En de projecten waar ik mee bezig ben, zoals onder andere de insectentrui, ja, dat is nu op een punt waarbij ik best wel weer moet gaan nadenken. Ik heb er helemaal niks aan gedaan. Ik kan hem laten zien, maar het ziet er nog precies uit als vorige week. Van de pennen af, maar nog helemaal dicht. Ik moet de knipbiezen nog verstevigen en doorknippen. Ik moet zelfs de wol nog bestellen voor de mouwen. Ik heb eigenlijk aan de insectentrui helemaal niks gedaan. Omdat het eigenlijk op een punt zat waarbij ik er gewoon veel te veel over na moest denken. Dat ik moest bedenken van, oh ja, die bies doorknippen, dat moet je wel een beetje geconcentreerd doen. En hoeveel steken moet ik dan opnemen bij de boord weer, als ik de boord wil gaan eraan wil gaan breien. En oh ja, als ik nou wol moet gaan bijbestellen, zal ik dan niet ook nog een paar andere extra kleurtjes erbij doen en dan een nieuw project verzinnen? Maar ik dacht, nee, dan moet ik me nog gewoon even niet door laten verleiden. Ik heb hem gewoon in het breimandje laten liggen en niks aan gedaan. Hé, ben je een beetje tot rust gekomen? Valt niet mee, hè? Nee, het valt allemaal niet mee. Ik vind het wel grappig trouwens, of grappig, is dat het juiste woord? Bizar. Dat nou net bij de filmpjes ben aangekomen dat de corona kwam. En dat ik nu zelf met zo'n snothoofd thuis ben. Ik zal het straks toch maar eens testen of het corona is. Hoewel, denk ik niet trouwens. Dat was bij mijn man ook niet. Dus ik denk dat ik het gewoon van hem heb overgenomen. Ja. Hoor je er? Volgende filmpje. Gaat erover dat ik de veehals heb doorgeknipt en bezig ben met het randje hier. En wat daar weer allemaal bij komt kijken. Grappig. Eigenlijk vind ik het wel grappig. Zo'n terugblik gewoon in je leven 5 jaar geleden. Wat je toen allemaal deed en hoe je eruit zag en waar je woonde. Dat is gewoon mijn oude huiskamer nog. Maar in het volgende filmpje zie je ook Raafje even voorbij komen, mijn hondje. Die nu komende januari 13 wordt. Dus daar was ze 5 jaar jonger. En er was trouwens in mijn vorige filmpje een reactie gekomen van iemand die vroeg wat voor ras mijn hondjes waren. Ik kan er hier wel even snel tussendoor. Het zijn dwergschnauzers. Ik ben vroeger altijd opgegroeid met de riesenschnauzers. Die hadden mijn ouders. En toen ik zelf op kamers ging. Maar toen ik mijn eerste een baan kreeg en ik wist dat het parttime werk zou worden. Toen heb ik mijn eerste hondje gekocht. Dat was in 2000. Dat was mijn eerste hondje. Dat was Tapas. En toen Tapas 7 werd, kocht ik Doka erbij. En toen Tapas overleed, toen heb ik Raafje gekocht. En toen Doka overleed, kwam Oete erbij. Dus Oete is mijn vierde hondje. Superleuke hondjes. Maar goed, je ziet er straks even voorbij komen. En daar ziet ze er niet uit als een oud hondje. Dus dat vind ik wel leuk om terug te zien. Ik begin met mijn insectentrui. Want daarbij, die heeft een tijdje liggen wachten. Ik moest natuurlijk wol bijbestellen voor de mouwen. Die waren vorige week al binnengekomen. En toen dacht ik, nou, ik kan er nu mee aan de gang. Maar ja, het is ook doorknippen van de bies, het is leuk werk, maar ook altijd wel spannend. En je wil daarna toch zo snel mogelijk de steekjes op kunnen halen en de boord gaan breien. En daarvoor moest ik weer even iets te veel nadenken, want ik dacht, oh, hoe zat het ook weer precies? Want dan moet ik weer uitrekenen hoeveel steekjes ik op kan nemen. Ik laat hem eerst even zien hoe die er nu uitziet. Dit is hem. Ik ben al aan de boord begonnen. Ja, kijk eens hoe mooi die wordt. Zo'n boordje maakt het echt helemaal af. En die overgangen, ik vind dat zo mooi worden. Ik heb de armsgaten nog niet doorgeknipt. Maar ik kan hier wel laten zien hoe het met die knipbies in elkaar zat. Want ik heb de bies zo gebreid dat ik lange rijen van dezelfde kleur boven elkaar heb.
In plaats van dat het zo als een schaakbord steeds verspringt. En dat maakt dat het wat makkelijker was om te zien waar je moest knippen. Maar ook in dit geval waar ik de versteviging doorheen kon krijgen. Want hier in het midden zit een dubbele lichtbruine steek. En dat is de plek waar ik hem in het midden door heb geknipt. Of ja, niet bij deze natuurlijk, maar bij de veeals. En de donkerbruine en de lichtbruine steek daarnaast. En dat zijn de rijen geweest waar ik met rijgaren. En dat is gewoon met een spitse naald van het garen wat je op de naaimachine hebt. Op en neer door die steken ben gegaan. Echt door de wol heen. Dus zoveel mogelijk zo'n steekje de wol een beetje splijt. En dan ben ik zo op en neer gegaan. Om ervoor te zorgen dat de wol een beetje extra bescherming had en niet zo makkelijk gaat uitrafelen. En nou is deze wol van Jamieson Spindrift. Ja, ik vind fantastische wol. Ze hebben er 220 verschillende kleuren in. Dus dat wordt nog iets in de toekomst. Officieel is dit volgens mij een wol waarbij je helemaal geen versteviging hoeft aan te brengen bij een stiek of een knipbies. Maar ja, dat durfde mijn hart nog niet aan. Ik denk, ik wil geen drama's, nog meer drama's. Dus ik heb voor de zekerheid wel zo'n draadje ingeregen. En toen ben ik begonnen met het ophalen van deze steekjes. En nou, dat kunnen, zoals ik net zei, kan niet zomaar elk steekje wat je tegenkomt kun je ophalen. Want, even kijken, er gaan... als je 10 centimeter in zo'n ribbelsteek zou meten, dan passen daar meer steekjes in dan als je 10 centimeter in steekjes in de hoogte zou hebben. Dus als je elk steekje zou opnemen, dan waaiert je boord te veel uit. En ik heb dat voor het eerst aan de hand gehad met dit vestje. Daar kwam ook een ribbelsteek tegen een gewone stockinette stitch. Aan die je op moest halen. En toen kwam ik destijds op het YouTube kanaal van Suzanne. Wacht even, ik heb het hier. Knitting with Suzanne Bryan op YouTube. En nou ja, ik kan het alleen maar aanraden. Het is wel in het Engels, maar ze laat daar een hele hoop verschillende technische moeilijkheden zien met breien. En dit is er eentje, die heette de Perfect Pick-up Picked Up Button bands, nou dat ging specifiek over knoopgaten, maar het idee is hetzelfde. Dat ze uitlegt wat er gebeurt als je te veel steek opneemt of te weinig. Heel erg handig om vol met tips en tricks. Nou Raafje, waar is het dan? Oh, ze raakt een beetje verwend nu we de hele tijd thuis zijn. Maar goed, ja, dat is dus de trui voor zover. En ik heb nu, ik geloof iets van 7 of 8 toeren gedaan. En ik ga nu, stap ik over op een dunner naaldje. Zodat de knopenband uiteindelijk wel ietsjes meer smaller wordt. Zodat het straks de boord wel wat mooier tegen je huid gaat liggen. Nou Raafje, kom eens hier dan. Kom eens. Wat is het dan? Even je gezicht laten zien. Kleine kefkont. Even kijken, wat kan ik nog meer laten zien? Ja, de sokken. Nou, even stil zijn, hè. Ik kan wel de insectentrui nu laten zien. Niet heel erg opgeschoten ook daar. Ik had er nogal wat rekenwerk en denkwerk om te doen, want ik moest weer nadenken over hoeveel steekjes ik dan weer bij de arm moest opnemen. Maar ik heb inmiddels al een soort van mouw eraan. Ergens zat wel een... Even kijken, kan ik hem nu natuurlijk niet vinden. Oh ja, hier zit een soort van... Dat ik denk, daar is een steekje een beetje misgegaan. Maar dat kan ik later met een stukje... draad wel weer een beetje beter krijgen. Maar nou ja, deze kant zit nog dicht. Die ga ik dus, ja, die ga ik nu doen. Vandaag of ergens dit weekend ga ik dit openknippen. En dan ga ik ook weer al die steken. Ik heb dat met German short row steeds opgepakt.
totdat ik de oksel voorbij ben. En dan, als ik die twee heb gedaan, dan ga ik gewoon bij alle twee omlaag breien en kijken hoe lang ik de mouwen doe. Ik hou van lange mouwen, dus die zullen ongeveer tot hier komen, denk ik. Ja, fijn. Het is opeens als je een mouw krijgt, dan begint het steeds meer op een trui te lijken. En steeds meer, maf dat gewoon bijna af is. Want daar ben ik al zo lang mee bezig. Dat was het eigenlijk voor vandaag. Ik heb even een dropje voor mijn keel. Ik hoop dat jullie het nog volhouden, maar voor mij wordt het wel steeds een stukje zwaarder. En ik wil eigenlijk het liefst met een dekentje op de bank gaan liggen. Toen ik naar die filmpjes keek, viel me wel steeds meer op dat ik denk wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, dat deze trui een heel klein beetje gekrompen is. Want hij lijkt op de oorspronkelijke beelden niet zo gekropt te zijn als ze nu. En ook de mouwen heb ik het idee dat ze iets langer waren. Dus ik denk dat deze met een paar wasbeurten misschien toch net iets te veel kleiner is geworden. Wat op zich goed is om te weten. Sorry mensen. Dat gebeurt ook, hè, met die ruwe natuurlijke wol. Deze trui, de Two Color Jumper, die heb ik ietsjes ruimer opgezet. Dus, maar misschien dat ik er toch wel net iets meer dan 4 toeren hier nog aan ga breien. Dus eigenlijk voor mij is het wel goed om nog een keer zo al die oude filmpjes terug te kijken. Zo diepte, een diepte duik erin. Ik hoop dat het voor jullie ook leuk is. ik zit al wel qua tijd redelijk rond het uur, zeg maar. Dus heel, heel uitgebreid ga ik het niet meer brengen. Ik heb er al 1 filmpje tussenuit geknipt. Er komen nog 2 filmpjes aan. Eentje volgens mij dat ik de mouw aan het draaien ben. En eentje dat hij af is. En wat ik ervan vind. Voor mij is het een goede leerschool geweest vandaag. Iets te intensief, kan ik wel vertellen. Dus ik laat deze 2 filmpjes nog zien. Daarna laat ik het dan even lekker bezinken. Ik ga in een warm bad of ik ga met een dekentje op de bank. Even mijn ogen dicht. Ik kan me nu echt niet meer voorstellen dat ik vanmorgen nog even twijfelde van zal ik wel naar mijn werk gaan. Ik werk met ouderen, dus ik ben heel blij dat ik dat op tijd allemaal heb afgezet. En ik voel het nu echt binnenkomen. Dus ik denk niet dat ik helemaal op het eind nog terugkom om jullie gedachten te zeggen. Ik geef jullie deze 2 filmpjes. Ja. En ik kruip gewoon mijn lappenmand in en ik geloof het eigenlijk wel. Ik kan het gewoon niet langer volhouden dan dit. Ik denk dat ik de komende weken gewoon echt als een vaatdoekje in de lappenmand lig en niet tot zoveel in staat zal zijn. Geen belangrijke beslissingen maken als je met een ziek hoofd zit. Die tip ga ik jullie ook meegeven. Dus dit gaat gewoon lekker aan de kant. Ik zie wel. En jullie zien het ook wel. Als ik ergens in november weer een keer terugkom. Dus dankjewel. Heel erg dankjewel voor het kijken. Zowel de krosse snorretje als ik wens jullie heel veel succes. Probeer vooral niet ziek te worden. En geniet nog van de laatste 2 filmpjes die er komen. En dan zie ik jullie hopelijk in betere tijden weer terug. Ik wens jullie het beste. Ik wens mezelf ook het beste. Dus rust, Chantal, rust. Ik heb genoeg gedaan. Houd je op de kachel. Mijn bed in. Tot ziens. Dag. Het andere wat ik wil laten zien is mijn insectentrui. Insectentrui.
moet gewoon rustiger praten. Vorige keer had ik al laten zien dat er aan één kant een mouw aan zat. Die zit er inmiddels ook aan de andere kant aan. En dat betekende dat ik hem vorige week voor het eerst kon gaan passen. Wat best wel spannend was, want ik had er al zo lang aan gewerkt en zoveel rekenwerk aan gehad. En het moment dat dan eindelijk alle knipbiezen open zijn en stevig genoeg om gewoon om hem aan te trekken. Ja, ik was van één kant ook wel een beetje bang dat hij niet zou gaan passen en dat ik dan gewoon heel erg chagrijnig zou worden. Maar hij paste, gelukkig. Het enige wat ik merkte is dat hierboven bij de schouders, daar zit twee keer een knipbies omgeklapt. Dat er best wel wat massa zit. En vooral bij je schouders, als je die omhoog beweegt, dan komt hier een soort van blopje op. Dus ik hoop dat als hij uiteindelijk klaar is en hij is gewassen, dat een beetje gaat, ja, platter wordt. Dat moet ik nog even zien. Maar verder dan dat, och jongens, ik ben er zo trots op vooral. Het meest simpele werk wat ik nog hoef te doen, is die armen verder afbreien. Alleen, daar moest ik wel weer een rekensommetje voor doen, want dan moest ik bedenken hoe lang worden de mouwen. Hoeveel steken heb ik boven? Hoeveel steken zijn er uiteindelijk beneden? Dus over hoeveel toeren moet ik gaan minderen? Het is een heel makkelijk sommetje om dat even uit te rekenen. Maar op een of andere manier had ik daar afgelopen week even geen zin in. Dus deze heeft toch ook wel een tijdje gewoon aan de kant gelegen. En even rust. En dat heb je, ik weet niet of jullie dat ook hebben. Zelf vind ik het altijd fijn om meerdere projecten tegelijkertijd op de pennen te hebben staan. Dat ik af en toe kan kiezen voor iets moeilijks of iets makkelijks of iets kleurrijks of iets, nou ja, groots. En nou ja, dit keer, deze week had ik niet zoveel zin in een rekensommetje. Dus hij was even blijven liggen. En hij is nu af. Ik heb hem eigenlijk vandaag pas voor het eerst echt aangetrokken. Eventjes maar, want het was vandaag wat het iets van 25 graden, geloof ik, hier in Brabant. Dus het is veel te warm. Maar ik dacht, ik wil hem toch even laten zien. Niet helemaal tevreden. Het is een muggenzift hoor, wat ik doe. Maar als ik nou zo kijk, ja, hij is wel zo op het eerste gezicht, hè. Oh, prachtig. Maar als ik nu zo kijk, dan denk ik, de volgende keer, als ik dit weer wil gaan doen, dan moet ik eigenlijk hier de schouders iets smaller maken. Want het is net, vind ik dan, net iets te breed. En daardoor is het bij die schouders, er zit hier iets te veel spul. Is het net iets te, ja, kan beter. Muggenziften echt hoor, want ik ben heel erg blij. En ik denk dat als ik hem wat vaker draag, dan gaat die trui waarschijnlijk toch iets meer weer in mijn pasvorm zitten. Maar, nou ja. En wat ik ook wel grappig vond, is toen ik aan het breien was. Toen was ik een beetje bang. Kijk, ik begon hier beneden en hier is hij wat breder. En voor mijn taille ben ik gaan minderen. Nou, dat kwam precies uit met dat lijfje dat mooi doorliep. Maar hier ging ik weer meerderen. En toen dacht ik wel even van, wat doe ik nou met het volgende insectje? Want eigenlijk zouden er twee moeten komen, maar ik ben gewoon recht omhoog gegaan. Dus hier was wat meer lichtbruin. Maar ik dacht, ja joh, dat is toch een beetje onder je arm. Dat zie je niet. Maar toen ik nog hoger kwam, toen dacht ik op een gegeven moment, het lijkt net of ik hier nou okselhaar heb. Maar eigenlijk, nee, dat vind ik wel meevallen. Dus ja, hij is af. Ik ben er heel erg blij mee. En de wol, ik heb dit gedaan met Jamieson's Shetland Spindrift. En het is hele fijne wol, vind ik. Een beetje, nou, ruw moet ik niet zeggen, want nou, ik heb geen lange mouwen eronderaan. Dus ik heb dit rechtstreeks op mijn huid. Nou, het voelt heel fijn, het prikkelt helemaal niet. Maar ik bedoel meer ruw in de zin dat de steken niet super glad zijn. Dus je hebt soms dikkere en dunnere stukjes in je garen. En dat, ja, ik vind dat er heel levendig uitziet. Dus ja, ik vind de veehals heel mooi. Ja, ik ben wel blij. Ik word weer gestoord door de kat. Ja, kom je even gedag zeggen. Even aan de kant, meisje. Dus dat was één. Af. Iets anders wat af was deze week.
Nee, ik vond toch een beetje een stom einde zo abrupt. Dus ik ben hier nog heel even met een laatste kanttekening aan mezelf. Namelijk voor mijn nieuwe trui iets minder brede knipbliezen. Knipbiezen, waarschijnlijk. Toch om die bulk een beetje. En shoulder shaping, dat heb ik bij deze ook niet gedaan. Ik denk dat ook is nog even iets om over na te denken. Of even goed na te kijken of dat in het patroon, hoe dat in het patroon staat. Dat zijn de laatste dingen. De laatste dingen van enige ratio uit mijn brein. Die ik moet onthouden als ik hier aan verder ga. Maar ik houd het voor gezien. Ik houd het voor gezien, mensen. De buren beginnen nou volgens mij net iets met een cirkelzaag te doen. Of een motorzaag. Ik trek een dekbed over mijn gezicht. En ik... Oh, er zit weer een wesp binnen. Ook dat nog. Ja, nee. Dit was het. Tot later. Tot volgende keer. Groetjes.